Oh, ik versta je heel goed. Ja? Ja. Dat is de enige wat aan. Hij verstaat me ook niet, hoor. Oh, nee. Ja, maar hij wil je niet verstaan. Ja, maar... jij begrijpt hem niet, hè? Nee, ja, wat weten we van elkaar? We schudden ja, nee. Dat was een verhaal met elkaar. Maar wil jij dat even sterk doorgeven aan de die heeft je auto staan. Ik doe alleen maar de televisie. Ik zit bij de heren, hè? Oh, nou, van die dame jij. Dat neem ik ook niet om, hoor. Neem me heel op, hè? Ja, dat zijn die met dat roosje. Ja, of nou even die jongen. Ja, welk nummer was dat? Ja, een vlucht had gezocht zijn voorbereid te komen. Arie van Spijker, Jan Vlug. Alle
equipe aanvoerders hebben een equipe sticker, een rode licentietoernooi en een goed voor het promotietoernooi. Dit om makkelijker uw tegenstander te kunnen vinden. Equipes die een wedstrijd hebben beëindigd, wordt verzocht meteen de uitzicht daarvan te melden aan de wedstrijdtafel, zowel het middenmaat als het politie bij equipe. Niet om de voortgang van het toernooi niet in gevaar te brengen. Verder moet ik u nog zeggen dat op dit terrein alleen de eerste partij gespeeld mag worden, omdat deze daarna voor de finale van gisteren. Alles wat u aan spullen van eten en drinken hebt gebruikt, gooi dit alsjeblieft in de prullenbak. Er hangen heel veel vuile zakken, zo moet ik u dat niet zijn. Als je rookt aan de zijkant en je keuken daar in het grind rookt, mogen morgen alle vrijwilligers dat eruit vissen. Er staan asbakken, gooi het alsjeblieft daarin. Het is verplicht vanaf de eerste ronde in uniform regio spelen. En er liggen nog gevonden voorwerpen bij de muntverkoop van gisteren. Er worden cirkels gesloten. Dan rest mij alleen nu een prachtige zonnige dag te wensen. En heel veel plezier vandaag. Mocht er ook zijn, ik heb je nog ontvangen. Ja, dat is vervelend. Dat zat er niet in. Nee. Nou, we gaan het meteen niet zien. Hey! Daar heb ik gelukkig genoeg van gezien dus dat ik dat kon. Ja, ja, was het wel mooi. Ja, goed bij lucht, hè. Ja, maar ik ben een beetje aan het dromen. Oh, ja, nou, dat is ook Ja, heb ik ook gezien. Ja, dat heb ik ook gezien. Ik ga mijn kaart bij. Ga jij een liedje?
Heel goed. Fijn, leuk je niet erbij. Kies nummer 74. Naar de wedstrijdleiding alsjeblieft. Kies 74. Thank you.
Gelukkig niet misgaan. Komt wel goed. Ja.
Thank you.
hè? Dat zal spelen zo. Ja? Thank you.
Ik heb je nog een hand gegeven. Goedemorgen. Et Fabrice, tu passes à la TV, hein? Non, joue, mais toi tu passes à la TV. Ik heb alle buitenstaande zin in.
was dat ik naar die vrouw zei, hoor, ik heb hier gedaan. Nee, natuurlijk niet. Yeah.
Alle deelnemers van het promotietoernooi hier naar het middenterrein komen voor de opening van het toernooi.
Beste mensen, goedemorgen. Deelnemers aan het promotietoernooi Bed op deze dag. We zijn hartstikke blij dat jullie met zoveel meedoen aan dit toernooi. We moeten er gaan om aan de KV-kant Zeist te komen. Daar zijn we heel dankbaar voor. We hopen dat jullie een hartstikke fijne dag hebben. Jullie weten het wel, vier partijen met finale 1, 2 en 3, 4. Ik wens jullie namens met u een hele fijne en sportieve dag. Sandra is de ladieshoeter en heeft een aantal mededelingen voor jullie. Heel veel plezier. Goedemorgen allemaal. Jullie hebben allemaal een groene sticker. Groene sticker betekent promotietoernooi. Rode sticker is van, zijn de wedstrijdspelers. Je kunt zo meteen overal spelen, behalve in het voorste vak. Dus je mag daar op de boerderij spelen en het terrein achter gebruiken. Er zijn scheidsrechters aanwezig en die zijn herkenbaar. Wat ik nog graag tegen jullie wil zeggen is, mocht je je tegenstander niet kennen en daarop wachten, kom even bij mij, dan roepen we even het nummer om, zodat jullie elkaar snel kunnen vinden. Verder wens ik jullie een hele fijne dag en we spreken elkaar vast. Nummer 33 wordt hier gezocht en nummer 16 wordt gezocht. En nummer 45 wordt gezocht. En nummer 12 wordt gezocht. Nummer 33 van het promotietoernooi. Ik kreeg de standaard staat op niet te wachten. Nummer 33. Ik heb nog wel een paar. Wil aan een koffie, Bas, of zit er wat in? Zit er een borrel in? Nee, gisteren ben ik hier niet geweest, jongen. Ik sla ook wel. Nu en dan sla ik eens een keer iets over. Nu en dan sla ik eens een dagje over. Volgende week mag je met de kleine aap. Ja, eindelijk een keer, hè? Ja, zeker. Prachtig ook. Dat is ook prachtig weer, dus. Ja, zeker. Alleen jammer dat er weinig deelname is. Wat dan? 25 teams of dan? Ja. Maar er zijn vrij veel naar Lund, hoor ik. Ja. Het is nummer 25 van het promotietoernooi. De tegenstander staat op u te wachten. Ja. Het is nummer 25. Ja, ik hoor Theo zou misschien. Ja. Maar het is, ja. Equipe nummer 32. De tegenstander staat op u te wachten bij de wedstrijdtafel. Ja, volg je altijd niet helemaal. Oké. Het is zo jammer, want er zijn gewoon veel te veel vrouwen in het moment. Ja, dat is gewoon jammer. Ik denk dat België ook zo'n mooi toernooi heeft. Ik denk dat er in de verdeling zeggen
maken. We hopen dat we maximaal 4 de regen te groeien om de regen te laten mooien. Ja, nee, dat zou mooi zijn. In de regen, een beetje van noord, zuid, west, oost. Ja. En dan maximaal 4 in de regen. En niet zo dat het 20 graden is op zondag. Ja. Maar ja, dat is dan de, nou, ik heb het bij de bonus gezeten. En dan was het gewoon zo. Dus dat werd niet door de afdelingen dat je mooi hebt gecontroleerd. Nee, dat werd gewoon door de bonus. Ja, 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 ja. Als ze daar meer dan 3 keer mooie energie kunnen vragen, dan wordt het over een nieuwe liter wel weg. Het vierde wat eruit komt, dat is gewoon allemaal nader. Want meer doen we niet. En dan ook nog niet dat het heel dicht bij elkaar zat. Ja, maar het nadeel is dat je zoveel clubs hebt. En die willen allemaal wel een toernooitje. Ja, dat is ook een set. Ja, van een ik denk dat we ook al 500 euro dus, ja, van groot tot klein. En, ja. Maar dat hadden ze gewoon centraal in. Ja. Dat we nu zo'n aanval de afdelingen bepalen. En dan kijken ze de afdeling. Maar dan hebben we een aanval voor en een deze van binnen een andere afdeling. Ja, dat zit nog dichterbij als Arnhem of wat. Ja, nee, dat is en dan kan je niet te mooie tijden wel tegelijkertijd. Eigenlijk zou je dan mijn uitslag benaderen. Dus we doen het niet zo. En dan krijg je niet dat het helemaal voor de klas zit. Maar niet uit. Nee, dat is het wel. Ja, nee. Ja, ja, mooi, hè? Ik
klaar, Harry. Sport? Beachvolleybal. Sport? Oh ja, dat hebben we ook bij horen, hè? Ja. Precies. Ah. Was gisteren mooi in Apeldoorn. Dat is weer leuk sfeer. Apeldoorn? Ja, Apeldoorn had ik een beachvolleybal. Oh, dat het in Den Haag was. Den Haag, Rotterdam. Oh! Den Haag, Rotterdam, Apeldoorn en Amsterdam. Ja. En ze hebben vier locaties en daar spelen dan voorrondes en alles. En dan gaat ze daarna, Apeldoorn heeft nog één volle ronde en dan Apeldoorn en daarna gaan we. Het was wel een leuk sfeertje daar op de markt. Ja, ik ben niet naar binnen geweest. Maar, ik heb niet de hele dag naar tijd, want als ik daar ga, dan heb ik de hele dag. Volgende week ga ik een nachtje bij mijn vrouw op mijn voorzien. Maar in dit geval vanuit haar werkkamer, in het gemeentehuis, kijkt ze recht op het terrein uit. En die heeft de hele dag de fietsvloer al voor de dag. Ik wil eigenlijk bij de jongens van de deur, ja. Die zit helemaal bovenin. Ja? Die hele glazen wand, dat is echt een verruimte om elkaar te komen. Ja, ja. Zij zit op de tweede verdieping aan net, dus die heeft het gewoon zin. En die krijgt dan nog een beetje het geluid mee en zo. En chef? Bijna. Oké. Zonde. Ja. Een grote kilo voor. Nee, niet. Hier met een kipschoot. Dat is gewoon af. Dan kan die jongen een keer verder komen, hè? En dan gaat hij zelf verder halen. Dan doe je het ook echt zelf, hè? Je speelt met? Ja. Je speelt? Judith.
denk ik. Oh, dat zal best wel, ja. Ja. Mario verloren. Gewoon een team. Ja, zeiden ze vorige week. Nou, jullie zitten niet van de week. Wat? Ja, niet meer. Oké, dat ik zo helemaal onder ons gezien heb. Ja, ja. Oké. Best wel een kans voor de laatste aankomst. Dat is goed, hoor. Ja. Ja, was hij nummer 7, dan heeft vandaag nummer. Nummer 13. Ja, maar straks wordt het in elkaar gezet. Dat kun je nog niet zien. Dat kun je wel zien. Ja, ik kan zien er mensen in. Ja, ja, dat kan. Ik vind het zo'n gelul. Doe gewoon lekker piramide. Ja. Dat is 10 kwaad, 80. 3 of 84? 84. 84. Dus nu ben je naast 42. Mijn mens zit daar bij naast 21. Ja, ik denk misschien dat het was even het hier gespeeld. Ja, ze hebben net op zand gespeeld. Ja, dat is ook ideaal voor één. Nee, het eerste laat eruit gekozen. Ja, maar dat is in de week ook niet meer veel na. Nee, 13-0. Oh, 13-0. 13-12. 13-12. Volgens mij waren dat de Fransen van mama het gisteren over had. Ja. Gisteren in... Mooie boekjes, hè? Nou, pas in de kram, ik heb het nog niet gevonden. Thank you.
Of Jan Toon zich even zou willen melden. Jan Toon, zou je even naar de wedstrijd willen gaan? Thank you.
hier een speler. Finale straks. Is voor de finale. Thank you.
Nummer 83. Jeroen de Dreijen. Er wordt op je gewacht bij de wedstrijdtafel. Etiet nummer 83. Gespeeld worden hier. Zij? Ja, pak alleen mijn bos. Pak alleen mijn bos. Ja, lekker. Thank you.
Bij mij hier een praktisch niet gezet op te halen wat iemand gegeven is. Peter Bonarius, je tegenstander staat bij mij erachter. Ja, het is moeilijk te zien deze. Ja. Maar bij de finale, ook bij de halve finale van de B, en hebben we ook een standaard een grote bot. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, nee, goed. Dank je. Ah, ja, het is voor jou, hoor. Zo, misschien wel mee. Ja. Ik neem het mee naar een van de Ik heb het niet
afbeeldingen die zijn niet helemaal goed van de eerste. Er ontbreken twee teams, 85 en 86. Maar daaronder staat hij wel goed in. Met de namen van alle. Ik moet even verversen. Dit nummer Jessen van het promotietoernooi. De tegenstanders van het promotietoernooi. Dat staat hier wel goed op de tafel. Dan heb ik ook alle namen even gezet. Dus we kunnen mensen altijd even kijken naar welke team speelt. Ja joh, dat doet u wel hè. Nummer 11, Francisca Schipper. Nummer 4 van het promotietoernooi. Nummer 4, wat hebben jullie gewacht? Nummer 4 van het promotietoernooi. Er wordt op jullie gewacht bij de wedstrijdtafel. Team nummer 4. Nummer 13 van het promotietoernooi. Zouden jullie naar de wedstrijdtafel willen komen? Er wordt op jullie gewacht. Nummer 13 en nummer 4. Ik heb hier maar 4. Ja, ik moet het beter doen nou, hè. Ja. Dat is pijnlijk, man. Nou ja.
Marcel Pap en Dennis van Leus, de team 4 van het promotietoernooi. Er wordt nog steeds op jullie gewacht. Kevin van Lent, team nummer 18, wil je melden met de uitvraag voor de rokje verwacht? Van het promotietoernooi. Er was heel erg op jullie gewacht en eigenlijk ook al een hele tijd. Van het promotietoernooi. Over 5 minuten begint de tijd te lopen. Thank you.
kan je daar niet meer. Ga ik volop een klein beetje. Maar ja, zit dat niet gewoon rustig. Er staat een auto hier voor ten eigen geparkeerd in het gras die daar niet mag zijn. Gaat op kenteken 50 MDK1. Als u geen problemen wilt krijgen met de politie, dan moet u nu nog gaan. Passant en logique en service.
Oh, jongen. Eigenlijk zou ik even een middagdutje moeten doen. Nou, even siesta. Hey. Ja. Doe even. Siesta tijdens van 1-3, hè? Ja, dat is. Wat zei jij? Siesta tijdens van 1-3. Echt een tijd gewonnen, hè? Ik zou je vertellen, als ik een gebroken dienst heb van mijn werk, ja, dus meestal een uur of 2,5, 3, dan ben ik vrij. Ja. Maar dan, ja hoor, naar rust zijn. Dat van de week met die hitte, hoor. Maar van de week? Ja. Dat zeggen ze vaker, hè? Dat ze vaker zeggen. Dat het mooi weer zou zijn, dat we heen kunnen. Nog steeds is. Ja, ja, ja. Hier, hè? Even nog een. Tegenwoordig. Nee, dat zou ze tegenwoordig.